NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat de ontwerpwet uitzonderingstoestand ervoor zal zorgen dat Suriname beter geweerd is tegen de effecten van de COVID-19-crisis. Hij wijst erop dat sociale en financieel-economische impact gepaard gaan met de COVID-19-crisis. Met deze wet zal de overheid ervoor zorgen dat er een goed sociaal vangnet komt. Bouva wijst erop dat het niet de bedoeling is van de regering om met deze wet meer geld ter beschikking te krijgen en dat naar willekeur uit te geven. Er zal meer geld nodig zijn. De regering zal een noodfonds in moeten stellen om ervoor te zorgen dat een aantal van deze zaken zullen worden opgevangen. Maar het is natuurlijk niet meer zo dat welke regering dan ook in een verantwoordelijke samenleving oneigenlijk en oneindig en ongefundeerd gebruik zal maken van geld en middelen van die samenleving. Daarvoor zijn er ook in kleine en minder goed ontwikkelde landen in de regio, ook in Suriname, zijn er genoeg instituten waaronder het parlement, de rekenkamer en alles die daarop toeziet. Maar daarvoor is er ook wet en regelgeving. En daarom is er wet en regelgeving nodig om dat goed te organiseren. Want het kan ook zo zijn als een regering kwaad bedoeld is, dat die opstaat en die roept noodtoestand in een land, noodtoestand in Suriname, en dan heb je een effect dat zelf groter is dan deze. Deze wet geeft niet alleen maar aanzet om zaken te regelen, maar geeft ook een beperking aan de regering om conform de regels die we met elkaar vaststellen, conform en enkel en alleen conform die regels te kunnen handelen, zodat er rechtszekerheid is. Zodat de mensen die nu ook thuis zitten, die aan het werk zouden moeten zijn, of bedrijven die gesloten zijn, en de massabi, dat de regering nu handvaten zal hebben om ter ondersteuning te zijn van hun. Bouva zegt verder dat het niet de bedoeling is om met deze wet de verkiezingen te verschuiven. Hij wijst erop dat de partijen die de regering vormen en dan voornamelijk de NDP geen verkiezingsvrees hebben. We hebben geen enkele aanleiding om de verkiezingen, om welke reden, in elk geval, om welke oneigenlijke reden, zoals de politieke tegenstanders dat noemen, om dat te schuwen. Hoe dit op het veld, en we wachten die ding, hoe dit op het veld en hoe dit klaar is om de verkiezingen op een behoorlijke manier te laten plaatsvinden. Maar, zeg ik ook, insluiten aan die politieke boodschap dat de NDP er klaar voor is om de strijd aan te gaan en de overwinning te boeken om voor te gaan met een aantal zaken die we nog moeten doen. Want we moeten bouwen, we moeten kiezen, er moet geproduceerd worden. We moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur moet worden voortgezet. Dat is de agenda waar we mee zijn begonnen en door moeten gaan. Dus dat bleef. Ik sluit direct daarop aan dat het natuurlijk een verantwoordelijk besluit zal moeten zijn van de politiek. En dan zeg ik niet de regering, van de politiek, om op basis van de ontwikkelingen zo normaal een wijs besluit te nemen, want boven alles, boven alle verkiezingsscores en boven de drang van iedereen om verkiezingen in te gaan en te winnen, is nog steeds het belang van de volksgezondheid. Dat staat bovenal en dat zal prioriteit moeten genieten. Dat was NDP-parlementariër Melvin Bouva. Hij benadrukt dat de conceptwet uitzonderingstoestand bedoeld is om de COVID-19-crisis onder controle te krijgen. Hij zegt dat het niet de bedoeling is dat met deze wet de verkiezing wordt verschoven.